welkom bij Altevista en welkom bij deze nieuwe video. Echt heel erg vet, vandaag gaan we weer hele vette dingen doen. Ja, allereerst gaan we vandaag natuurlijk weer een nieuwe giveaway doen. Hoe vet is dat? En we gaan natuurlijk weer naar bekendmaken van de vorige giveaway, van de prijsvraag. Heel erg vet. Nou, allereerst die prijsvraag die we vorige keer gedaan hebben. Heel erg gaaf. Je kon €25 shoptegoed winnen van Tiny Titan. Nogmaals, de giveaways zijn allemaal in samenwerking met Tiny Titan. Waarvoor dank. Heel erg vet. De vraag was, we hebben TourNL video's gemaakt. Waar, in welke stad is de eerste TourNL? TourNL had ik wel een beetje verklapt. Waar is die gemaakt? Nou, mensen konden dat weten. Je moet eventjes terugscrollen en moet je even kijken naar de eerste Tour-video. We hebben natuurlijk TourNL, Tour de België en nu hebben we Tour de Duitsland gedaan. Maar het ging over de TourNL-video. En de plaats was, en er waren veel mensen die het goed hadden. De plaats was namelijk, ja, de provincie was Friesland, maar de plaats was Leeuwarden. Ja, Leeuwarden, daar zijn we begonnen. Lekker bovenin zijn we begonnen. En zo hebben we alles afgedaan. We hebben echt Groningen gehad, noem maar op. Alle provincies hebben we gedaan. We missen nog een paar. Maar ik kan jullie vertellen, die hebben we ingehaald hoor. We zijn daar geweest en daar hebben we heel vet video's gemaakt. Dus die gaan er binnenkort allemaal aankomen. Heel erg gaaf. Hè? Maar we gaan eerst even lekker door Duitsland door en dan gaan we over naar Nederland. Goed, en België trouwens ook. De winnaar, wie er is geworden, gaan we aan het einde van de video gaan we bekendmaken. En gaan we natuurlijk inderdaad een nieuwe giveaway doen vandaag. Ja, wat voor giveaway gaan we doen? Gaan we weer een prijsvraag doen? Nee, we gaan iets heel anders doen. En het heeft allemaal te maken met de mailcall van vandaag. Ja, ik heb namelijk iets heel vet. Ik heb namelijk een mailcall ontvangen van de Large. Heel erg vet. Dit is hij. Heel erg gaaf. En wat is het nou? Ja, het gaat over Stay Puft. Ja, er staan van die marshmallow poppetjes. Ja, en die zitten ergens. Proberen ze mijn video, proberen ze nou ook een beetje te saboteren. Dus jullie gaan de poppetjes allemaal een beetje voorbij zien komen in deze video. Dus ja, probeer ze te spotten. En probeer ze te tellen. En zet daar inderdaad het nummer in de comments. Ja, en dan kun je prijs kans maken op die nieuwe €25 giveaway. Ja, je moet natuurlijk ook inderdaad geabonneerd zijn op het kanaal. De video geliked hebben. En dan die comments zetten in de omschrijving. Of in de comment sectie. Heel erg gaaf, dan maak je kans op €25. En nogmaals, we gaan nog zoveel doen. We gaan €1000 totaal weggeven in de komende video's. Hoe gaaf is dat? We zijn al lekker op weg, moet ik zeggen. We hebben al veel mensen blij kunnen maken met die €25 shoptegoed. Ja, vandaag gaan dus die poppetjes gaan de video een beetje overnemen. Heel erg gaaf. Maar goed, wat hebben we dus in de mailcall deze keer? Ja, het is dus een Funko Pop tease, heel erg vet, van Coach Buster Afterlife. Ja, echt heel erg gaaf. Van de Large, uiteraard. Is die altijd gecombineerd met een gave Large sticker. Ja, die heb ik inmiddels ook al aardig qua. Maar het is al eventjes geleden dat ik die bij de Large heb besteld hoor. Even kijken. Deze was trouwens, heb ik al een tijdje staan. Want hier staat inderdaad begin en luid terug in 2023 met €6,66 korting. Met een kortingscode, maar die is volgens mij al lang verlopen. Ja, geld voor 12,2. Daar hebben we helemaal niks meer aan. Kan dus weg. Maar goed, ik heb deze gekocht. Heel erg gaaf. Hij was niet te duur. Absoluut niet. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb deze gekocht natuurlijk voor de pop die erin zit. Maar ook het t-shirt. Ja, ik vind dit een heel gaaf t-shirt. Ik ben heel benieuwd hoe het mij staat. Dus ik even kijken, klopt dat? Ja, ik had een L besteld. Het is ook een L. Dus we gaan hem gauw openmaken. Ik ben heel erg benieuwd wat hierin zit. Goed, en hebben jullie zo'n spotpoppetjes? Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken, ik ga dit een beetje voorzichtig openmaken. Ik kan het niet doen door het stickertje. Dus ik ga hem heel voorzichtig open proberen te snijden. Ja, heel erg gaaf. Ik heb natuurlijk al aardig wat t-shirts in de collectie, maar ik vond de t-shirts zo erg vet. En ik heb toevallig blauwe sneakers, dus het is een blauw t-shirt dat erbij zit. Yes! Hij is open. Wat gaan we als eerst doen? We beginnen met de pop. Ja, we beginnen met de pop. En die ga ik eruit halen. En dit is heel erg gaaf. Het is Mini Puft on Fire. En dit is de Glow in the Dark Special Edition 936. En is dit trouwens ook weer een EMP, of tenminste een... noem het eens een GameStop exclusive. Ik denk het haast wel. Vaak is dat zo. Ik kan het hier eventjes niet op zien. Maar goed, ik laat het jullie wel eventjes hier zien. Maar dit is de Ghostbusters Afterlife 936 Mini Puft on Fire. En ik vind hem wel heel gaaf hoor. Ik had al wel... had ik al een Ghostbusters Afterlife pop? Nee, nog niet. Kun je wel vertellen. Ja, die heb ik eigenlijk wel. Want we hebben in Duitsland het een en ander gescoord. Maar dus ik had er gewoon nog aan kunnen zitten te komen. Maar deze is wel gaaf. Mini Puft on Fire. Ik had nog geen Mini Puft pop, moet ik zeggen. Kijk aan. Heel gaaf. Het is een set van 5. En die zit in Mini Puft with Cocktail Umbrella. Dat is een hele gave. Mini Puft with Lighter. Ja, dus volgens mij is dat de pop die deze aansteekt. Dan hebben we Mini Puft. Maar dat is de normale. En dit is de Glow in the Dark. Dat die heb je ook nog. Dan heb je Mini Puft with Graham Cracker. En je hebt Mini Puft in Cappuccino Cup. Ja, en volgens mij zijn er nog veel en veel en veel meer Puft te bewachten. Maar dit zijn natuurlijk de 5. Die set is van 5. Kijk aan, dit is hij. Ik vind hem gaaf, ik vind hem cute, ik vind hem heel erg tof. Echt heel erg gaaf. Hele gave pop van Ghostbusters Afterlife 936. Dit is hij. Heel gaaf. Ja, het is al eventjes geleden dat ik zo'n teasebox heb opengemaakt. Hè? De laatste keer is het volgens mij geweest van de Hulk. Hè? We hebben natuurlijk van Tiny Titan wel heel vaak dingen gekregen. Van Pick and Pop hebben we heel vaak vette teaseboxen gekregen. En deze is dus van Large. Heel erg gaaf. Ja, dan een t-shirt. Ja. Ja, dat zit erin. Ik ga de dood. Laat ik even hier staan. Ja, is gaaf. Ik ben een beetje verkouden. Maar deze is zo ontzettend tof. Ja, ik ben zo benieuwd hoe het maar staat. Heel gaaf shirt. Stay Puft, quality marshmallows. Kijk aan, ik laat het jullie zien. Hoe gaaf is dit shirt? Ik ga een klein beetje ruimte maken. Dat doe ik altijd zo en zo, zodat jullie het goed kunnen zien, het shirt. Kijk aan, hoe vet is hij. Heel erg tof. En uiteraard gaan we hem aandoen. Ja, en we gaan weer kijken of we het een beetje kunnen monteren aan elkaar. Dus daar gaat weer. 1, 2, 3 en hoppakee. Echt heel erg vet. Echt heel erg vet. Hij staat me goed, moet ik zeggen. Het is een L'tje. En ik zal het even een keer laten zien. Kijk eens het shirtje. Ja, hij is gaaf. Hij heeft de juiste lengte. Heel erg tof. Deze past perfect bij mijn sneakers. Ik vind hem heel erg gaaf. Ik vind het shirt heel vet. Weet je, het is, ik heb heel veel shirts van Funko Pop. En vaak in daar staat een hele grote pop op of zo. Af en toe een beetje schreeuwig zelf. Maar deze vind ik gaaf. Ik vind hem heel subtiel. En ik vind hem heel erg gaaf. Stay Puft. Quality marshmallows. Heel erg gaaf. Ja, en de pop vind ik heel erg gaaf hoor. Mini Puft on Fire. Special Edition Glow in the Dark. Heel erg gaaf. Ja, ik vind het een gave box. Ja, er waren veel boxen trouwens bij de balladje in de aanbieding. Deze was volgens mij nog geen 20 euro. 17 euro volgens mij zoiets. Misschien nog minder zelfs. Ja, voor het shirtje alleen al. Eigenlijk had ik voor het shirtje gekocht. Ik had wel nieuwe shirtjes nodig. Dus ik heb deze gekocht. En er zit natuurlijk een hele gave pop bij. Ja, zo kun je het ook zien dat je de pop als het ware gratis hebt gekregen. Heel erg gaaf. Gave pop, box. Heel erg tof. Yes, nou dat is hetgene wat ik dus vandaag uit die mailkar heb gehad. Ja, ik zei al, Ghostbusters heeft natuurlijk, Afterlife heeft nog veel meer pops. Er is er een hele gave set van. En heel erg gaaf, ik heb natuurlijk al wat pops heb ik gekocht. En ik heb nog iets in bestelling staan. Hele gave dingen, allemaal van de Ghostbusters Afterlife film. Ik vond de film trouwens best wel tof. Ja, ik vond hem best wel tof. Ik heb trouwens gehoord dat zelfs een Ghostbusters Afterlife deel 2 komt. Dus hoe vet is dat? Maar ik vond de pop vond ik echt heel erg gaaf. Ja, ik vond het een goede verhaallijn. Sowieso beter als de laatste remake noem ik het maar eventjes. Hè, met de vrouw in de hoofdrol. Niks daartegen hoor. Ik vind dat dat allemaal moet kunnen. Maar ik vond het een beetje een slap aftreksel van de originele Ghostbusters franchise. Maar deze serieus een waardevolle, vind ik tenminste, opvolger in de reeks. Heel erg gaaf. Ghostbusters Afterlife. Heel tof. Mocht je het nog niet gezien hebben, ga dat zeker doen. Zeker de moeite waard. Heel erg gaaf. Goed, en dan gaan we vandaag bekendmaken. We gaan de giveaway winnaar van vorige keer bekendmaken. Ik zei het u straks al, Friesland, dat is de eerste de provincie die we hebben aangedaan. En we zijn geweest in Leeuwarden. Ja, je moet Leeuwarden moet je opgeven om mee te doen aan deze giveaway. Heel erg gaaf Leeuwarden. Dus als je dat hebt gedaan, ja goed, dan ga je kans maken. En ik ga jullie niet te lang laten wachten. Dus waar gaan we deze keer laten zien? We doen het gewoon lekker deze kant. Dus ik ga weer trommelen. En dan zie je dat ik de giveaway. En dan komt hij aan. En hebben jullie trouwens echt waar in de gaten gehouden hoeveel poppetjes je al hebt gezien? Ja, ze kunnen overal tevoorschijn komen. Hè? Hier. Op tafel, overal kun je ze voorbij zien schieten. Dus ja, tel ze. Probeer ze niet te missen. En geef het nummer in de comments weer. Hè? Dan maak je kans op de volgende giveaway. Goed, maar daar gaan we. 1, 2, 3. En we trommelen. Bam! Kijk aan! Nou, mocht jouw naam nou hierboven staan, heel erg gefeliciteerd met die 25 euro shoptegoed van Tiny Titan. Heel erg vet. Wat moet je doen? Stuur even een mailtje naar altevista@gmail.com met je NRW-gegevens, oftewel je naam, adres en woonplaats. Hè, en dan gaan we er, of tenminste, dat is helemaal niet nodig. Dat was de vorige keer wat er maar nodig. Gewoon even een mailtje sturen naar altevista@gmail.com. Geen NRW-gegevens nodig, want we doen het allemaal lekker per mail. En dan ontvang jij die hele gave giftcard. En dan kun je iets heel vet verkopen voor 25 euro. Laat dan ook eventjes weten wat je gekocht hebt, want ik ga over een tijdje een gave video aanspreken. Hè, om te laten zien wat iedereen allemaal gekocht heeft van die giftcard shoptegoed. Ik ben er heel erg benieuwd namelijk. Dus heel erg tof. Goed, en dan die nieuwe giveaway. Hè. Ja, normaal doen we een prijs of zo. Maar nee, ik kan wel laten zien wat je moet doen. Hè. Je moet alle poppetjes sparen. Ik heb het, of optellen. Ik heb het net al gezegd. En dan even het antwoord geven in de comments. Doe dat. Ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vinden jullie van het shirt? Ik ben heel benieuwd wat jullie van het shirt vinden. En wat vinden jullie van de pop? Hebben jullie trouwens ook mini puff pops? Ik weet dat er trouwens de doos trouwens ook heel gaaf zit naar te kijken. Hoor. Heel veel Ghostbusters logootjes. Ja, hebben jullie meer van deze pops? Laat even weten welke VS is jouw favoriet van de mini puff set. Ik vind dit wel gaaf hoor, de Glow in the Dark Special Edition. Dus maar goed, laat ook even weten. Je mag er veel meer in de comments zetten. Echt heel erg gaaf. Ja goed, en nogmaals, ja, abonneer je op dit kanaal. Like de video. En druk op dat belletje trouwens. Als je op dat belletje drukt, ja, dan krijg je een melding als de nieuwe video online staat. En dan weet je dus of je gewonnen hebt. En je kunt weer meedoen aan een nieuwe giveaway. Ja, doe dat. Echt waar. Je mist niks. En je weet ook meteen of je gewonnen hebt of niet. Ja, en het duimpje omhoog zei ik net al. Ja, ook heel erg tof. En nogmaals, essentieel als je mee wilt doen aan die giveaway. Ja, we moeten het eventjes controleren. Dus dat gaat helemaal goed komen. We doen dat altijd zo eerlijk als maar mogelijk is. Dus daar moet je echt van mij geloven. Ja, ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. We gaan ook heel veel vette dingen doen. We gaan nog iets doen met Discord. We gaan nog iets... Ja, inderdaad, daar gaat heel gaaf worden. Er is een hele gaaf Discord server is er in het leven geroepen. En daar help ik ook het een en ander aan mee. Daar gaat heel erg gaaf worden. We doen nog iets met de Bambi Boy Show. Daar gaat ook heel vet worden. We gaan nog mystery boxen boxen. We gaan nog lekker toeren. Veel te veel op te noemen. Hè? Dus ga het niet missen. En ga de volgende video in de gaten houden. Nogmaals, druk op het belletje. En dan gaat dat zeker goed komen. Ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes te doen.